Nou, het is de avond voor de herkansing en wij gaan even naar onze open oma toe. Dan kan ik even mijn zinnen verzetten. Jentel, vandaag heel veel succes met je herkansing. Ik hoop echt voor je dat je het maar haalt en alsnog kan slagen. En ook voor de andere mensen die deze week herkansing hadden, heel veel succes. Jentel en ik zitten dus heel veel FaceTime, want dit was een beetje zenuwachtig nog. Maar ik denk wel dat het goed gaat komen met Jenny. Maar ik heb gewoon het volle vertrouwen in jou, Jen. En het gaat zeker goed komen. En over volgende week vrijdag gaan wij ook gewoon lekker vieren dat jij bent geslaagd. Ik hoop het. Oké. Oh, succes Jentel. En Jentel gaat zeker dat examen gokken. 0,1 hoger. Het gaat je helemaal lukken. Ik weet het bijna zeker. En dan kun je net als ons lekker vakantie vieren. Dus ik wens je heel veel succes, Quinera en Jentel. En toi, jullie kunnen het. Heel veel succes Jentel met je biologie, ik voel me even ja. Heel veel succes, weet dat je het kan. Haal nog even dat laatste puntje omhoog om even die voldoende die diploma gaat om. Inderdaad, daar gaat het om. Je kunt het. En Quinera ook heel veel succes en ik hoop dat je nu nog een mooie cijfer voor wiskunde krijgt. En ik heb er alle vertrouwen in. Dus ja. Ik heb ook alle vertrouwen in jou, Jentel. Dus heel veel succes jongens, ik weet dat jullie het kunnen, dus good luck. Jentel, heel veel succes. Ik ben heel trots op je dat je nog zo positief erin staat. Ik weet dat je het kan en stiekem weet je dat zelf ook wel. Heel veel succes. Zoals je hoort, klik ik niet heel fit. En ik heb griep gehad sinds maandag. En daarom ging mijn toets nu ook echt heel slecht. Ik heb echt zoveel hoofdpijn gehad tijdens mijn toets. Dus ik heb gewoon tot vraag 14 van de 17 gemaakt. En toen kon ik het echt niet meer. Dus vandaar dat ik waarschijnlijk niet hoger heb gescoord. Maar uiteindelijk maakt het allemaal niet uit. Want ik heb nog steeds een 6, wat super goed is voor VWO. Vandaag had Jentel ook haar herkansing. Ik hoop echt dat die van haar veel beter ging. Omdat zij echt nog aan het herkansen was voor iets. Dus girl, ik hoop echt dat het goed is gelukt. Nou, ik ben klaar met mijn herkansing. En hij ging op zich best wel redelijk. Ik kon veel meer antwoorden invullen dan dat ik vorige keer kon doen. En ook veel meer antwoorden zonder van die onzinverhalen eromheen. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik hoop dat de mensen die een herkansing hebben gehad, dat het bij jullie ook goed is gegaan. En laten we nu lekker wachten tot 28 juni.